De Baard op je beeldscherm. Welkom, hartstikke leuk dat je weer kijkt. En vandaag heb ik een nieuwe serie, nieuwe afspeellijst genaamd De Squat. En het eerste wat we in deze squat serie gaan doen is het bespreken van de heup. Waarom moet je leiden met de heup en hoe doe je dit? Komt-ie! Wat ik in deze video uit ga leggen, dat geldt het meeste voor deze squat soorten. De low, de high en de front squat. Er bestaan natuurlijk meerdere squat varianten en daar geldt zeker ook dit principe voor, het leiden met de heupen. Alleen toch wel het meeste bij de low bar squat. Ook zeker als jij de high en de front doet, of een andere squat variant, moet je zeker deze video bekijken, want hier ga je echt wel veel aan hebben. Wat je mij in deze video ziet doen, dat is juist geen hip drive. Wat je mij hier ziet doen is dat ik naar beneden toe squat. Mijn heupen die begeven het, mijn hamstrings begeven het, dus mijn billen die schieten omhoog en daarna maak ik de oefening eigenlijk af met mijn rug. En als ik dan deze video ernaast plak, dan kun je zien wat wel hipdrive is. Mijn rug blijft in de juiste positie, ik hou continu mijn billen aangespannen en dan kun je zien dat ik de oefening veel en veel beter uitvoer. En wat je dan ook ziet wanneer ik deze beelden naast elkaar afspeel, dan kun je zien dat de bar eigenlijk op dezelfde hoogte blijft. Dus de barbel beweegt niet, alleen mijn heupen die schieten naar achteren en maak ik de oefening dus eigenlijk helemaal niet goed af. Je kunt wel nagaan dat dit natuurlijk niet optimaal is. We willen zowel de barbel en je lichaam tegelijkertijd bewegen en niet alleen maar je lichaam. Ik zie nog wel eens mensen zeggen, ja, de oefening wordt zwaar, dus je voert hem niet meer goed uit. En dat is natuurlijk zeker waar. Je voert natuurlijk tijdens een PR-poging de oefening niet exact correct uit. Dat is hartstikke logisch. Maar wanneer ik mijzelf hier zie squatten, is 170 kilo, is mijn PR. Zelfs dan zie je dat mijn heupen niet omhoog schieten. Het is puur en pure kracht leveren, goed die houding aanleren en hij hoeft dus niet per se naar achteren te schieten. Op het moment dat ik voel dat mijn heupen wegschieten, weet ik van oké, het is genoeg, ik haal het niet en dan zak ik eigenlijk weer direct naar beneden. Ik wil ook nog een stukje, een beetje theorie, een beetje meer duidelijkheid scheppen over het punt wat ik net heb gemaakt, over het videootje wat je net hebt gezien. Ik heb hier twee personen, persoon A en persoon B. Persoon A die voert de squat goed uit, persoon B voert de squat verkeerd uit. Als je heupen omhoog schieten, dan gebeuren er twee dingen. Nummer 1 is dat je hamstring het eigenlijk begeeft. Die is of niet sterk genoeg, of je weet niet hoe je hem kan aanspannen, of het gewicht is te zwaar, dus dan is die niet sterk genoeg, kan niet genoeg kracht leveren. Dus deze spier hier, die staat onder volle spanning. Die staat keihard te werken. En stel je voor, deze zou in één keer afscheuren of de hamstring zou niet meer bestaan. Wat er dan gebeurt is natuurlijk dat je ruimte krijgt op die hamstring. Dus die wordt langer. Wat er dan gebeurt is, je heup schiet omhoog. Dan gebeurt er in je lichaam gebeurt er heel veel. Maar dit, de barpositie, als dit de vloer zou zijn en dit de positie van de bar, want dit zou misschien plus minus afhankelijk van hoe groot je bent, nog steeds 1 meter zijn. De bar wordt dus helemaal niet verplaatst, alleen je lichaam. En dat is natuurlijk wat je juist niet wilt hebben. We willen natuurlijk de bar in een recht mogelijke lijn, in een zo recht mogelijke lijn omhoog en omlaag bewegen. En op die manier gewoon normaal functioneel trainen. Wat er gebeurt is, jouw heup schiet omhoog. En op het moment dat jij misschien horizontaal met de vloer bij je heupen veel te hoog zijn, wat er dan gebeurt is dat jouw rug alle kracht gaat overnemen. Jouw rug gaat ervoor zorgen, oké, ik ben nu in die positie en daarna maak je de hefboom met je rug en dan kom je recht overeind. Mag je hopen dat je rugspieren dit houden, anders wat er natuurlijk gaat gebeuren is dat je rug helemaal rondtrekt, wat je ook nog wel eens ziet. Je ziet de hoofdpositie helemaal omhoog gaan en dan komen mensen zo omhoog. Dat is natuurlijk verschrikkelijk slecht voor je rug. Mede is dat wat hiermee gebeurt, is dat je hamstring niet wordt aangesproken. Dus mensen zijn aan het squatten. Misschien squat jij zeg 15, misschien 25 keer per sessie. En dat 3 keer per week is 75 keer per maand. Is 300 keer per maand. Sommige mensen squatten misschien wel dubbelen. Dat is niet heel vreemd. Wat je dus doet is continu eigenlijk niet die hamstring volledig aanspannen. En zo kom je dus vanzelf tegen een plateau aangelopen uiteraard. Want je spreekt je hamstrings niet aan. Dat is echt een key factor en een hartstikke belangrijk element in de hele squat.
Dus iedere keer als jij die niet aanspreekt, train je hem niet, loop je tegen een plateau aan. Nou, loop je vast, word je misschien een beetje chagrijnig. Nou, mijn squat die wil niet omhoog, wat kan er aan de hand zijn? Haal er sowieso gewoon eens, afhankelijk van hoe zwaar je traint, haal er gewoon eens 30-40% af. En zorg dat je eerst in een goede positie squat voordat je het gewicht gaat verhogen. Wat we willen zien wanneer we squatten. Stel, ik pak nu een low bar squat, ik heb de barbel in mijn nek, ik zak naar beneden. En nu staat mijn rugpositie in een bepaalde hoek, ik zal er even een pijltje bij tekenen. Wat we willen is dat die rugpositie exact hetzelfde blijft. Dat blijft dezelfde positie, dezelfde positie, dezelfde positie. En pas als we bijna boven zijn, komt de rug weer bijna verticaal, bijna recht. Natuurlijk als je een low bar squat uitvoert, blijf je iets meer naar voren leunen. Maar dit verandert beneden niet. Dit verandert pas wanneer ik 60% van de beweging heb gedaan. Dus deze positie, mijn rug is recht. En ik blijf hetzelfde. Continu spanning door die hamstrings, door die billen heen. En vanaf daar komen we omhoog. Wat we dus absoluut niet willen zien is dat ik beneden ben. En nu begeven mijn hamstring zit. Of de spanning laat los of je bent te snel gezakt. Kunnen allemaal factoren zijn waardoor die billen omhoog schieten. En ik het als een hefboom effect zo omhoog ga brengen. Gebeurt het wel eens bij mensen die naar beneden squatten. Dan denken ze van het gewicht is zwaar, ik laat het zo snel mogelijk zakken. Ja, je laat het gewicht uiteraard zo snel mogelijk zakken, maar wel gecontroleerd. Zie mensen zakken naar beneden, laten een soort van alle spanning los. Zakken een beetje in elkaar. En dan moeten ze in één keer die bounce omhoog geven. Dus ze bouncen en dan komen ze vervolgens helemaal zo omhoog. Dat willen we dus absoluut niet zien. Zoals je ziet is de hip drive heel belangrijk. Ik hoop dat je een beetje snapt wat het is. Ik ga nu uitleggen hoe je dit toevoeg kan passen. De eerste trucje waar ik mee begin, dat gaat voornamelijk op voor de low bar squat. Je gaat in een normale squat positie staan zoals je altijd staat. Vervolgens squat je naar beneden. En dan duw je ellebogen tegen je knieën aan. Zet je handen in elkaar en doe je ellebogen tegen je knieën aan. Waar je op moet letten is dat, ook hier zal ik nog een video over maken, is dat je op een goede diepte komt. Voornamelijk als richtlijn kan je, als je hier een kruispuntje tekent tussen mijn rug en tussen mijn bovenbeen. Dus hier, het kruispunt moet onder de bovenkant van mijn knieën zijn. Oftewel ongeveer parallel aan de vloer. Zolang je bovenbenen parallel met de vloer lopen, zit je goed. Dus je gaat in deze positie zitten en vanaf hier kijk je anderhalf, misschien 2 meter afhankelijk van hoe lang je bent, afhankelijk van wat jouw lichaamssamenstelling is. Of jij lange bovenbenen hebt, lange rug, etc. Kijk jij 1 à 2 zo'n meter voor je. Als je hier zit en je hebt deze positie, het enige waar je aan denkt is billen en heupen. Dus gewoon billen en heup, billen en heup. Dus ik kom vanaf hier omhoog, billen. Probeer ik aan te spannen. En wanneer ik hierboven ben, knijp je ook zeker even in die billen. Je houdt hem even 1, 2 vast. Dan zak je naar beneden. Trek mijn rug weer recht. Ik kijk goed voor me. 1 à 2 meter. Ik span mijn billen aan. Billen. Heel veel mensen die vinden het lastig om hun billen aan te spannen. Een trucje wat ik in meerdere video's wel eens meegeef. Dat is, ik zet mijn voeten gewoon op een normale squatpositie, net iets breder als schouderbreedte. Ik draai ze iets wat naar buiten, zo'n hoek van 30 graden plus minus. En vanaf hier, wat ik hier doe, is ik zak naar beneden. En wat ik wil is dat ik mijn knieën naar buiten breng. Dus ik draai mijn tenen, terwijl ze op dezelfde plek blijven staan. Een van de functies van de bilspieren is om de voet naar buiten toe te draaien. En op die manier span je dus beter je billen aan. Dus je zakt en terwijl je tenen op dezelfde plek blijven staan, denk eraan, rotatie naar buiten. Dus wat je eigenlijk doet, is, als ik mijn tenen naar elkaar zou zetten, overdreven, je brengt spanning, je tordeert ze eigenlijk de grond in, terwijl ze niet bewegen. Een tweede tip, wat ik hier heel letterlijk neem, is dat je moet denken dat er een touwtje vast zit aan je heupen. Dus, ik heb die barbel niet handig neergelegd. Dus ik zak naar beneden, er zit een touw aan mijn heupen die mijn heupen recht omhoog wil trekken. Dus recht omhoog. Dus ik zak, recht omhoog. Dit is natuurlijk even ter illustratie. Wanneer ik natuurlijk, zoals ik net al heb gezegd, een stukje omhoog kom, dan wil ik daarna wel mijn rugpositie omhoog brengen. Maar het gaat erom, visualiseer dat even. Doe het even zonder gewicht. Probeer alleen om de hip drive onder de knie te krijgen, vanaf hier omhoog te bewegen, omhoog.
totdat je helemaal boven bent en je billen helemaal hard aanspant en nog even 1 à 2 seconden vasthoudt en goed naknijpt. Ook heb ik nog een aantal heel handige tips die ik nog kwijt wil. En laat even een reactie achter. Weet je, ben je bekend met de hip drive? Doe je hem misschien al? Laat even een reactie achter. Vind ik altijd leuk om te lezen. Nummer 1 is proberen. Wat ik daarmee wil zeggen is vanzelfsprekend. Je begint altijd met een laag gewicht. En daarna bouw je hem langzamerhand op. Mag voor zich spreken. Een tweede ding wat ik aan proberen wil toevoegen is visualiseren. Zoals je bij heel veel oefeningen misschien wel, misschien nog niet doet, is het visualiseren ontzettend belangrijk. Je moet die heup zien gaan. Ik vergelijk, wat ik met visualiseren bedoel, is dat je de kracht echt uit je heup en uit je billen en hamstrings haalt. Zie eens voor je dat je armen eigenlijk niks doen, je kuiten doen eigenlijk niks. En al die kracht zit eigenlijk opgeborgen in alleen je billen en hamstrings. En vanuit daaruit activeer je de motor en drijf je de heup zeg maar omhoog. Dat klinkt een beetje raar, een beetje spacend. Wat ik daarmee ook nog meer wil uitleggen, laten zien, is dat als je een auto hebt. En stel je voor, je hebt een Ferrari en de motor ligt achterin. En jij ziet die auto van 0 naar 300 gaan in een paar seconden. Dan zie je die kracht ook. Jij weet van, die motor ligt achterin, hij gaat weg, die auto gaat naar achter. Je voelt dat je naar achter wordt gedrukt. En exact zo moet je het gaan doen met het squatten. Je bent beneden, je activeert die billen. En het enige waar je aan denkt is die kracht, die Ferrari kracht. Die zie je omhoog gaan, die zie je jou die squat omhoog brengen. Nummer 2 is snelle winst. Wat bedoel ik met snelle winst? Het is heel makkelijk. Stel je voor, jij squat 100 kilo en jij squat verkeerd. Haal er dan eens 20, 30 kilo af en squat eens met een goede vorm. Dan op die manier train je, zoals ik net heb uitgelegd, ook je hamstrings. En alleen maar door er wat gewicht af te halen en met een goede vorm te trainen en dus een spier te leren aanspreken, kan je misschien wel van die 100 kilo zo 110, 120 halen zonder dat je enige moeite hoeft te doen. Je hoeft alleen een stapje terug te gaan. That's it. Natuurlijk is het ook nog eens beter voor je lichaam. En het is ook, ga gewoon een stapje terug. Wat maakt het uit? Mijn kanaal heet, zoals jullie weten, Total Strength. Het gaat niet alleen om het lichaam, het gaat ook om het geest. Om de geest. Als iemand anders jou ziet squatten met 80 kilo. Lekker boeiend. Jij weet waar je mee bezig bent. Jij weet dat het goed voor je is. Klaar. Zorg ervoor total strength, lichaam en geest. Zorg dat die twee in combinatie zijn. Je hebt niks met iemand anders te maken. Je spreekt hem over misschien een paar weken, misschien over een paar maanden wel weer, wanneer je hem of haar gewoon weer voorbij squat. Nummer 2 is een heel handig tip. Dat is paused squats. Je hebt het gewicht in je nek. Je zakt. Je bent helemaal onderin. Hou je hem even 2 seconden vast. Dus je ontspant eigenlijk die spieren. 1, 2 en vanaf daar activeer je hamstrings. En ga je weer omhoog. En wat ik als laatste wil toevoegen is ook handig. Het is ook handig als je heel deze afspeellijst wilt kijken. Als je alles wilt leren over de squat. Want er komen nog een stuk of 5, misschien wel 10 squat video's voorbij. En als je een vraag hebt natuurlijk, laat even een reactie achter. Dan kom ik daarop terug. En als je nog niet geabonneerd bent, dat kan je doen hieronder, onder deze video, op mijn kanaal. Dat kan eigenlijk overal. En iedereen die al geabonneerd was, bedankt. En ik zie jullie volgende week. Tjalas!